De tweedaagse High Level Security Conference is gisteren succesvol afgesloten. De conferentie is tot stand gekomen door een samenwerking van de ministeries van Defensie, Buitenlandse Zaken en Justitie en Politie. Defensieminister Krishna Kumari Mathura geeft aan dat de participerende landen Suriname hebben gecomplimenteerd voor de organisatie. En de conferentie is ook op het juiste moment gehouden, aldus de bewindsvrouw. Want georganiseerde criminaliteit kan je echt aanpakken wanneer er vertrouwen is. Wanneer je mensen kent, dan ben je bereid om informatie te delen. Dus ze zijn heel erg blij. Iedereen complimenteert Suriname voor de organisatie van deze conferentie. Want het is niet alleen dat Suriname profiteert of belang bij heeft, maar ook alle andere landen hebben belang bij. En wat je merkt is, door het samenbrengen van al die landen en al die organisaties, dat er heel veel contact gelegd wordt. Heel veel wordt genetwerkt. Landen die heel lang elkaar niet hebben ontmoet, nieuwe mensen die in functie zijn gekomen, dat ze kennis maken, dat ze nummers uitwisselen, dat ze afspraken maken. En voor ons ook is dat geweldig, dat wij los van die conferentie, maar gewoon in de tijd die we ertussen hebben, dat we gewoon bilaterale gesprekken hebben. Ik heb vanmorgen met de minister van Jamaica gesproken. Ik heb met de minister van Defensie van Belize gesproken. Ik heb net met de EU gesproken. Ik heb met Nederland gesproken. Dus ik heb met een aantal landen gesproken. En dat geeft ook weer nieuwe mogelijkheden voor samenwerking. De aanpak van de georganiseerde criminaliteit is een aangelegenheid van het ministerie van Justitie en Politie. Maar Defensie ondersteunt daarbij, zegt Mathura. Ze geeft aan dat het binnenland vaak gebruikt wordt voor het ontplooien van criminele activiteiten. We hebben een hele grote rainforest, dus echt de jungle, binnenland. En daar gebruiken dus georganiseerde groepen die binnenland om drugsdroppings. En we hebben gezien in de afgelopen periode jaren een toename van droppings, een toename van inbeslagnames van drugs die gerelateerd waren aan Suriname. En we moeten echt actie ondernemen. En deze conferentie is echt een heel sterk signaal. Niet alleen naar de internationale gemeenschap, maar ook naar de georganiseerde criminaliteit, dat we niet stilzitten, dat we actie ondernemen, dat we samenwerken. Dat is één. Twee is dat wij als Defensie ook door aanwezigheid in het binnenland, op diverse gebieden, in diverse gebieden, preventie willen bevorderen. Want onze aanwezigheid zal maken dat we criminaliteit een beetje ontmoedigen, illegaliteit ontmoedigen. Dus we willen daarom onze aanwezigheid in het binnenland vergroten. Maar we willen ook justitie en politie ondersteunen in alles wat ze ondernemen. De defensieminister legt uit dat het bij georganiseerde criminaliteit niet alleen gaat om zij die de illegale handelingen plegen, maar ook om degenen die daar slachtoffer van zijn. Een gestructureerde aanpak moet leiden tot veiligheid voor een ieder. Zwakke instituten gaan corruptie faciliteren en dat leidt tot armoede. Dat is de cyclus die we moeten doorbreken, meent minister Mathura.